77FM. Mr. Brian B. En oorspronkelijk het nummer van Mr. Luther Vandross. Maar het spreekt helemaal tot je als je het hoort in die tongo, die mama tongo van je. Dus dank je wel, Brian B. En dit blijft toch een van de mooie nummers voor de papa's. En zoals al in het eerste uur aangekondigd, luisteraars, hebben wij vandaag een special guest in de uitzending. En we hebben het over Soulele Blinker. Spoken word, voor mij is ze een woord to datra. een woord to datra. Maar zoals Anita ook zei, is ze nog zoveel meer. Hè, Anita, wat zei je nog allemaal? Anita is, ik weet niet, waar is Anita? Anyway, we hebben Soulele aan de telefoon. Welkom in de uitzending. Ik ben er hoor. Oh, sorry. Sorry, ik was al aan het praten, maar mijn microfoon stond niet aan. Ah. Welkom Soulele, welkom in onze uitzending. Dankjewel. Dag dames. Hallo, yes. Dus je bent founder, je bent trainer, je bent ik coach. Ik zie dat je naar mijn Facebook kijkt. Ay, Lukisa niet toch? Coco Lampo van Coco Lampo Kunst. Van Coco Lampo Kunst Collectief, CEO-founder van Stichting Platform Support, dichter. Je bent een bezige vrouw. Ja, creatief zijn is gewoon, als je, ik zie het als, als er een gebrek is, dan ga je iets eraan doen, toch? Dan maak je het. Hele that's my life, sharing stories. Weet je, delen van verhalen en dan daardoor de kunst en creativiteit opzoeken. Is dat niet je missie? Ja. En dit is ook heel mooi wat jij morgen doet. Want morgen is de launch van de Creative Video. Het is nodig. Het is echt nodig. Het is niet ik alleen. Het is een creatief team. Meredith Juroja, dit is bekend van het merk Mary Marianne. En ze is een fashion designer, creatieve meid. En die kwam met het idee van, laten we iets doen voor vaders. En ik loop er al ook een tijdje mee rond. En je weet, er wordt vaak geklaagd van, voor ons mannen wordt er niets gedaan. En wat zo mooi is wij hebben beide onze vader binnen een jaar, mijn vader is heen gegaan. Dus dan ga je het ook anders beleven, toch? En toen heeft ze me gebeld en videografen Beyond Botsen en Beat Classics van Music Steroids. Dus zijn we met elkaar gekomen te zeggen van, wat gaan we doen? En toen hebben we het gedaan, binnen een paar dagen. En dit is het resultaat. Papa. Dus morgen lanceert dan de creatieve videoclip van het lied. Wat je nu hoort is de radioversie. Oké. Het is waar. Er is minder voor vaders, weet je. De hele ochtend zijn Anita en ik aan het kijken. Hopen dat er misschien een paar nieuwe dingen erbij zijn gekomen. In vergelijking met moeders is het... Daarom toch. Ga door. Nee, dus dan omarm je dit soort initiatieven, weet je. Want het is, they also need their flowers, you know. The daddies. De vaders, weet je? Maar er zijn mannen, heel veel mannen, in de muziek, Surinaamse muziek, industrie, als je dat echte industrie kan noemen, maar er zijn heel veel pokumangs, er zijn heel veel bandjes, Cabina, Kaseko, al rond, alles erop en eraan. Maar er komt pas nooit een lied over een vader, van een vader, door een vader. Dat is zo weinig. Want dat lied van Brian Bernhard is geweldig in je eigen mama tongo. Ja. Maar het was geschreven in Ingrid's tongo. Ja. Maar weet je, daarom begon ik met het creëren. Kijk, we zijn kunstenaars, noemen we onszelf, toch? Ik zie een kunstenaar als een verzamelmens. En een kunstenaar schrijft de tijd. Dus als kunstenaar voel ik me ook schuldig als er bepaalde dingen gebeuren en ik hou mijn mond. Ik heb zelf een hele toffe vader gehad, weet je. Echt verantwoordelijke man, heeft me heel veel geleerd. Echt out of the box ook. En ik prijs dat. Ik denk ook dat vaak het probleem is dat we de schijnwerpers zetten op de dingen die fout gaan. Er zijn ook vaders die het heel goed doen.
Weet je, als we die, als we die verhalen ook belichten en tussendoor ook even aan de oren trekken van, hey, you know your responsibility. But the thing is, we cannot judge. Ik kan alleen mijn verhaal vertellen. En als ik rondkijk, dan merk je dat ook wij vrouwen vaak die mannen opgroeien die later zo worden. Dus wat zegt dat over onze opvoeding van deze mannen? Weet je, dus een, het is van heel veel invalshoeken te bekijken. Maar ik kies ervoor om te focussen op, oké, we weten dat verhaal. Het is net als praten over slavernij, we weten het al. Wat gaan we nu doen? Wat is de oplossing nu? Mm-hmm. You know, let me share stories, let me share the things together, let me make beautiful things. Maar Zulele, ja, kunst is ook een spiegel van de ziel, toch? Het is op sadetapi ati, je wacht die sadetapi ati, je put dat papier en je put in je kunst. Maar if you ati bita dape, kan de ino een put abita sayu abi, tap tafra, le kunst. En dus waardoor je het niet maakt, terwijl wat je weet, als je het gaat maken, dan gaat het pijn doen, dan gaat het raken en dan gaat het, kan het verkeerd vallen. Dus misschien maar, ja, is het, de, het die pijn die ze niet willen etaleren. Maar je moet tessa bita. Fusaba, sweetie, toch? Mm-hmm. Dat is met alles zo. Weet je, daar hebben we mental health problemen nu ook. We moeten duiken in die dingen. Weet je, gisteravond had ik een... ik heb een radioprogramma, Wat We Doen. En daar had je verhalen van drie vaders. Die gewoon ook vertellen over hun vader. Over wat zij hebben overgedragen. En hoe zij het nu aanpakken. En dus, daar hoor je steeds. Het praten is belangrijk. Al is het nou goed, slecht. Het is wat het is. But you need to deal with it. Mm-hmm. Mm. Dat die, maar ja. Dus we moeten meer praten, want we houden heel veel binnen. Ja, ja toch? Maar papa, ik ben buitenkind van papa. Ik kan niet, ja, ik kan niet zeggen dat ik buitenkind van papa. Al een probleem. Weet je, papa en mama die hebben problemen. Als ik naar buiten ga, mag ik niet erover praten. Ik heb een slechte vader gehad. Ik wil niet dat mijn vader zijn, maar in de strijd van niet als mijn vader willen zijn, ben ik juist als mijn vader. Er zijn heel veel dingen, man. Maar ik aai die mannen hoor, want ze hebben het ook moeilijk, you know, en ze moeten praten. Aai toch, ze moeten praten, want het, waar Sheryl en ik het ook vanmorgen over hadden van, rolmodellen zijn belangrijk en ik heb het gewoon bij dat Surinaamse delen. En naast Anton de Kom hoor je wel eens Louis Doodle en ja, maar je ziet het gewoon niet. Je ziet niet dat mensen, ik bedoel, als we naar die Amerikaanse kant gaan kijken, dan zie je dat mensen als LeBron binnenkomt, dat mensen denken, wauw, weet je, als noem maar op, kan natuurlijk nu niet op geenkele naam komen, maar je weet die zwarte, dan zie je die mensen opstaan en die inspiratie bij hem gaan halen. Ja, dat mis je voor Suriname, mis je dat. Dat mis ik voor die Surinaamse man, weet je? Ja, maar kijk, mag ik advocaat van de duivel zijn voor ons allemaal? Tuurlijk. Aan de andere kant, waarom zoeken we altijd naar rolmodellen? Misschien is het net als succes. Wat is succes? Voor veel mensen is succes een groot huis, een grote auto, dat soort dingen. Maar als je thuis gaat, it's a house, but it's not a home. Hmm. Rolmodellen zijn tantes, ooms. Because children copy-paste, they lead by example. Het voorbeeld dat ze in huis hebben, dat is dat ding wat je die kinderen geeft. En dan kunnen ze wel naar een Jay-Z kijken of een Beyoncé of weet ik veel wat. Maar die grondprincipes zijn toch van thuis uit hoe ze kijken naar Beyoncé en hoe ze kijken naar Jay-Z. Weet je? En er zijn ook Beyoncé's en Jay-Z's in Nederland en in Suriname, maar het is wat ze zeggen. Dus je hebt een mic. Dan moet je die verantwoord toe hebben, toch? Daarom, papa, is eigenlijk to like wake them up van, listen, you have a responsibility. En tegelijkertijd moet je beseffen dat het ook een kind is van een kind. Want die ouders zijn gewoon grote kinderen die kinderen opvoeden. We zijn nog steeds aan het ontwikkelen, toch? Ja. Maar ja. Nee, maar het is gewoon dat ik het... Het is wat ik... En kijk, je zei rolmodellen. Kijk, voor mij is bijvoorbeeld iemand als ze leeft niet meer. Sophie Redmond is voor mij een rolmodel. Ik haal daar inspiratie uit. En dat hoop je, dat gun je ook die mannen. Ja. Dat gun je, je gunt ze een figuur als Sophie Redmond. Ja. Ik bedoel... Maar kijk, jij kent Sophie Redmond, want iemand heeft de tijd genomen om over haar te gaan schrijven.
Maar er waren ook andere Sophie Redmans die niet over geschreven is. Dus dan komen we terug op de kunst. We moeten maken, produceren. Weet je? Mm-hmm. En dat is als inspiratie. Die inspiratie, kleine dingetjes die je moet doen. Dus je moet kijken naar je eigen erf. En kijken van, hé, is mijn gras groen? Is mijn... Nou, ja, ik vind die vrouwelijke gras groener dan die van die mannen. Ik vind die van die mannen een beetje dor. Ja, no? Ja, ja, ik bedoel, het is geen aanval op die mannen. Het is juist datgene wat je zegt wat niet is, moet je maken. Maar dan moet je eerst zien wat er niet is. Als je niet ziet wat er niet is, kan je het ook niet maken. Ja, dat, ja. Maar we zeggen hetzelfde toch. Als je het niet ziet, want het is niet geschreven, het is niet gemaakt, het is niet gedaan. We hebben geen series bijvoorbeeld in Suriname. Het zou geweldig zijn als we series in Suriname hadden met eigenlijk het leven van Suriname. Dat je kijkt naar jezelf van, hé, litty boy, dit ben ik gewoon. Mm-hmm. Als je dat ziet, het voedt je toch. Ja, daarom, Het voedt je. Maar daar had jij het ook over. Ja. Maar en de weet statistieken je, liegen niet. Mm-hmm. Weet je? Ja. Ja, numbers don't lie. maar dus daarom ben ik ook blij met allerlei onderzoeken die er ook komen. Ik zag ook een onderzoek die er binnenkort komt van wat is mannelijkheid en wat hoort er allemaal bij. Ik denk, eerst zag ik het, ik dacht, huh? Moet er daarvoor een onderzoek komen? Maar het is ook goed om te weten hoe jonge mannen daarover denken. Dat is ook goed. Weet je, soms denk je eerst van, is dat, weet je, misschien moet er ook vader zijn. Wat betekent vader voor jou, weet je, dat we die mannen meer aan het woord laten. En dat is echt te gek dat je dat hebt gedaan, om met die drie mannen in gesprek te gaan. En ik hoop dat er nog meer gesprekken zullen komen, Sulila. Ja, zeker. Ik zou zeggen, ga naar de YouTube, check wat we doen. Mm-hmm. En dan hoor je gewoon echt, en wat mooi is zijn de verhalen van die Imbere-verhalen toch? Dat je denkt van, hé, er is vergelijkenis, er is balans. Weet je, wat doen ze met de drijfveren van het doen? Weet je? En je hoort vaak niet mannen zo openlijk gewoon ook praten. En dat is dat ding. Mm-hmm. En ik krijg vaak ook apps en zo van mannen van, ja, maar vergiet ons niet. Mm-hmm. Als je mij kent, vergiet ik ze juist niet. Ja, dus... Maar, dan kom ik weer vervelend doen, maar want het lijkt alsof die mannen elkaar vergeten. Wat wij vrouwen gaan voor ze maken. Waarom maken die mannen ook niet onkomikkie? Ja, maar is een zaak als ze niet willen maken, want ik maak voor vrouwen en ik maak voor mannen. Ja, waarom het graag groener is. dat weet je toch weer potpokon. Maar is die erg? You gotta, I don't know. They're going through a whole different revolution, you know. And they need a little help. Poker, we all need help. Nee, if de wakti, isabi, uno kodulek, weet je, if de wakti, dan pakken we het op. En dat is ook nodig. Ja, want zonder moeders geen vaders en zonder vaders geen moeders. Nee. Ja, nee, toch? Dus je weet toch, Anne was dat trouwang. Zo zie je. Je hebt toch ook een vader. Ik zeg nog niet tegen dat, Anne was dat trouwang, maar Suma is voor haar sopo. Daar heb ik het door. En dan gaat het dan welke zeker ook. Hij voor je carrière. Oké. Sorry hoor. Nee, maar morgen is dus de launch van de creative video. Vertel ons, dus waar kunnen we het zien? Het is op de YouTube-channel Mary Marianne. Maar als je dat niet kan onthouden, als je sowieso googelt Sulila Blinker, je komt op mijn Facebook, op mijn YouTube. En dan is de aanwijzing morgen om 9:00 wordt het gelanceerd. En het is een ode aan vaders. De vaders die het goed doen, de vaders die nog verbeterpunten hebben. Maar uiteindelijk, dank dat jij 50% van mij invult. Weet je? Be the king that you are. En je gaat zien in wat we ook belangrijk vinden is de creative story in it. Weet je? Want je kan verhalen op verschillende manieren vertellen. En dat is altijd mijn streven. Mm-hmm. Om iets anders te brengen, weet je, want mensen luisteren anders. Mensen zijn anders in de prikkeling.
Ja. En we willen in Suriname, gebeurt er veel. En er zijn heel veel creatievelingen hier die heel veel talent hebben, heel veel goed doen. Dat hoor je vaak, op veel talent. Mm-hmm. Maar het gaat om de begeleiding en het doen. Weet je, je moet doen. Want er wordt heel veel gesproken. En dan gaan we weer zeggen van ja, maar er is geen geld in dat. Mm-hmm. Maar ja, kijk naar Zuid-Afrika wat ze doen met heel, heel weinig geld. Er komt heel veel eruit. Dus waarom kunnen wij het niet? Kijk naar die Afrobeats videoclips. Als ik naar die clips kijk, denk ik gewoon van ja, maar waarom doen we dit niet in Suriname? Dan word ik geprikkeld. Mm-hmm. Dus dat is dat ding van morgen. Check het. Hou het in de gaten, want het maakt naar veel meer. Oké, want het is 9:00 morgen, Su-tijd. Dus daar om potauw in Tikika visie bij ons. Dus dat is twee uur. Hai, 2 uur in Nederland. Oké, dus daar houden we dat ding in de gaten, toch? Hai, en share it. Ja, man, dus eigenlijk moeten we gewoon doorsturen, weet je? Van, ja, van stand by, things are coming. Ja, en ja, ook erbij, het is niet alleen voor Vaderdag, het is voor elke dag. Het is gewoon een ode aan vaders. En niet alleen als je ook een kind hebt, maar als je ook vaderfiguur bent. Want die moeten we niet vergeten. Absoluut niet. Absoluut niet. Nou, dankjewel voor dit moment. Het is altijd weer fijn om weet je, met jou in gesprek te zijn. Dat is heerlijk. Weet je, dat is inspirerend. Hè? Dus zoals we altijd zeggen, we blijven je volgen, Sulila. En een mooie zaterdag. Dankjewel. Anita? Abu? Waar is dat? Tambu? Ik ga kijken of... Oké, dan. En wie is lief voor die mannen ook, hè, Anita? Oh, zie je toch? Ik bedoel, juist, kijk, dit is tough love. Ik hou van ze. Ik hou echt van ze. Dus het punt is, ik hou echt van ze. Dat is dat ding. Ik word juist verdrietig omdat ze niet hebben. Ik wil dat hun gras gaat groeien en dat er... Isabi toch, dat er stroomgras in gaat groeien. Ja. Alles, Isabi toch. Ja. Maar dan kijk je ernaar, dan zie je dat het een beetje door is. Dat maakt het mij verdrietig. Ja. Maar we moeten denken aan wat we toelaten ook, hè. We moeten wat strenger zijn in als we zeggen nee, is het nee. En niet dat we verwaard raken door die lobby. En je weet wat ik bedoel, op alle gradaties. Want soms worden we gek. En die lobby van die mannen van ons is zo spang, toch? Hey. Wat is dat ding? Hey. Ja, ik hoor jullie praten over Drake, maar dat is dat ding. De Drake begrijpt het. Die videoclip van hem is geniaal. Want er is heel veel erin verstopt. Qua society nu. Oké, okay. we gaan het checken met en zonder Pangi. Oké, hey, groetjes en tot gauw. Yes. Oké, groetjes, lobby. Lobby, bye bye. Yes, dat was Sulila Blinker. En zoals ik het zeg, gewoon a word to datra. En een vrouw met zoveel creativiteit. Dus ik weet het niet hoor. Volgens mij toen Anana daar bezig was, was hij zo druk bezig met Sulila dat hij vergat dat er anderen waren. Dus hij heeft er zoveel creativiteit gegeven. Maar daar genieten wij allemaal van. Maar ze is een doener. Een doener. Haar mond gaat niet blengeleng, 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 blengeleng. Ze doet ook. Weet je wat? Je hebt van die mensen die blengelen, blengelen, blengelen. En dan denk je, maar dat zij doet dan. Dan wat heb je gepresteerd? Niks, alleen maar commentaar. En daar hoop ik van. Dat is precies wat ik fijn vind om te zien wat zij doet. Wanneer ze er kunst brengt, wanneer ze de spoken word brengt. Dus iedere keer zie je dat ze weer met iets anders bezig. Dat je denkt van, hey meisje, 24 uur is in de dag. Mm-hmm. Maar ja, you know, when you got it, you got it. Stay. Zaterdag van 4 tot 7. Amsterdamse weekendradio met een Surinaam sausje. Double 7 FM. Een productie van Stichting Between the Lines. Hey, 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 hey. Double 7 FM. We're here to stay. We're here to stay.